De Stichting Bibliotheek Cheros heeft afgelopen zaterdag de finale van de districtsvoorleeskampioenschappen gehouden in Ons Huis. Het is de vierde keer dat dit evenement is georganiseerd. Daarnaast zijn er ook awards uitgereikt aan enkele bekende radio- en tv-presentatoren. Volgens Sherida van Loon, voorzitter van de stichting, zijn de voorbereidingen dit jaar niet zonder slag of stoot geweest. Van Loon legt uit wat de bedoeling is van de voorleeskampioenschappen en waarom de awards zijn uitgereikt. We klagen vaak dat onze kinderen kijken naar buitenlanders en kortelingen aantrekken of dingen doen die ze niet moeten doen of wij het niet goed vinden. Maar we moeten ze ook gaan stimuleren dat er ook een heleboel idolen in Suriname zijn. U leest voor, dat doen we elke dag in de klas. Maar waarom moeten we kijken naar iemand in het buitenland als we bij u kunnen kijken en kunnen afkijken en kunnen leren? Kijk, meneer Henk van Vliet is zoveel jaren bezig met hetgeen wat mee hij doet. Hij is ook een idool. Want ik leer van hem. U leert van hem, de kinderen leren van hem. Weet je hoeveel oropokobangs ik niet eens kende en ik hem via hem geleerd heb. Dus vandaar. En waarom de voorleeskampioenschap? Waarom dit heel traject voor het organiseren van kampioenschappen om voor te lezen? Ik ben zelf leerkracht. Dit is iets dat we voor de vierde jaar doen. In 2016 hebben we het wel niet gehouden. We hadden toen een evaluatiejaar. Maar ik zie het zo. Ik ben leerkracht. Ik ga niet blijven klagen van kinderen lezen slecht. Ik wil een voorbeeld zijn. Ik heb een eet afgelegd om mijn werk naar behoren te doen. Als ik het ook daarbuiten mag doen, dan doe ik het ook op die manier. Vanwege de onderwijsstakingen hebben dit jaar minder districten geparticipeerd, zegt Van Loon. Enkele winnaars van het evenement geven een reactie. Oh, dit is voor de eerste plaats. Mm-hmm. En ik ben heel blij daarmee en ik had het ook niet verwacht. Oké. Okay. En wat heb je gelezen? Zo, ik heb het boek gelezen, Along van Wanika. Een heel spannend boek. Voor een tv-programma vind ik dat toch wel heel bijzonder. En vooral het programma Oren Pokemon Fusserenang. Omdat eigenlijk dit het doel is dat wij beogen met het programma. Maar dat is niet vastgelegd in de geschiedenis, dat gedeelte van de Surinaamse showbiz. Want als groepen live optraden via de televisie, dan werd het niet vastgelegd. Het was live, de muzikanten komen, stellen op in de studio, ze spelen en ze gaan naar huis. Waarvoor zou men het vastleggen? Henk van Vliet en daarvoor Tristan Atmobiono. Atmobiono is winnaar geworden van de districts voorleeskampioenschappen. Presentatoren Henk van Vliet, Steven van Frederikslust, Harvey Panka en Gil Eijk kwamen in aanmerking voor een award.